Dag kijkers van TV, welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Golden, The Road to the Golden Guns. De Argus die is nog niet goud, maar ik was natuurlijk geprestiged. En normaal, geluid staat in één keer heel hard. Ik ben geprestiged en daardoor kan ik niet de laatste challenge doen voor de Argus. Dus dat is wel kut. Dus dan gaan we eventjes met de handgun schieten om daar eventjes wat gouden... om wat headshots te schieten. Wauw. Het geluid klinkt heel tof. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het zal wel. Nee, dat was geen headshot. Helaas. Ik heb nog zo'n 60 headshots nodig. En natuurlijk heeft hij een wapen wat net iets te lang door kan schieten. Het gaat hier in deze serie niet om de scores. Ja, het zou leuk zijn als we een goede score neerzetten. Maar het gaat voornamelijk om de headshots. En het klinkt echt heel raar in mijn oren. Het geluid. Ik zei het net ook al, maar... en dat is een double kill. Een longshot. Het is eigenlijk best sick hoe makkelijk je met een secondary... kills kan maken op lange afstanden. Ja, het is wat lastiger, maar over het algemeen gaat het best wel. Het is soms misschien nog handiger op langere afstand dan met een dan op close range, want zoals dit, ja, hier kan je gewoon amper van winnen, joh. Bam, headshot. Dat is wat we nodig hebben. Houden jullie gewoon die robot ver weg? En weer een headshot. En weer een headshot. Kijk jongens, dit schiet wel lekker op. Ah, jammer. En er komt iemand daar van boven. Dus dan gaan we even... oh, hem eerst... wauw, ik wilde hem even weg. Even wegknallen. Maar dat mocht niet baten. En weer een headshot. Dat was de 50ste al. Ja, ik heb al eventjes met dit wapentje gespeeld. Kijk maar die headshots, jongen. En weer een headshot. Die headshots die komen vanzelf zo te zien. Daar hoef ik niet zo heel veel voor te doen. Zorg alleen ervoor dat deze gast... nou, niet... op de plek gezet wordt. Zo, dat was een hele late reactie weer. Wauw! Oké, die zag ik niet aankomen. Nou ja, dan hebben we maar een kill. We gaan op een ongeveer 1 kd, dat is niet anders. Maar ja, wat wil je met zo'n wapentje als dit? Het gaat om de headshots, dus die gaan we eventjes pakken. En zoals met de vorige aflevering, zoals met de Argus, liet ik echt letterlijk elke game zien om naar goud te gaan. En ik denk niet dat ik dat meer ga doen. Ik denk dat ik gewoon even een potje met headshots halen, een potje met de challenges en zo. Dat je in 2-3 afleveringen een wapen goud ziet worden. Anders duurt het heel lang... en ik ben ondertussen heb ik al heel veel wapens goud gehaald. Dus dat zou een beetje zonde zijn, zeg maar, van alle afleveringen. Dan wordt het wel heel erg hetzelfde. Dus dat gaan we niet doen. Wauw, dat was slecht. En het klinkt nog steeds heel dof. En dat is weer een headshot. Terwijl we de Tempest ook hebben. Hier is niet... oh, daar. Wauw, wat is dit slecht, zeg! Wauw. Dan maar een gewone kill. En jammer, Yara heeft me. Yara! Purifier shutdown. Ik weet niet, het is net alsof bepaalde geluiden... meer prioriteit krijgen tegenover anderen. Daardoor klinkt het zo raar. Wauw, kijk zoals hier ook. Je hoort hem niet schieten, maar je hoort hem wel binnenkomen. En dat is een headshot. Dat is geen headshot. En er staat er nog eentje. Ik hoop niet dat dit het geluid van de game helemaal verneukt. En een dubbele headshot. Zo komen we er wel. En nog een headshot.
Je ziet me ook echt één voor de headshot alleen en dan staat er nog eentje daarachter. Die kwam net naar binnen. Nee, nog een headshot. Even kijken, kom je daar? Nee. Ja. Ik kon hem net niet krijgen. Dat is jammer. Nee, weer een headshot. Hoeveel headshots zit ik ondertussen? Nog geen 60, anders zou ik er al 10... Nog geen 60 headshots. Anders zou dat in beeld zijn gekomen. Maar het zou me niet verbazen als ik er nog eentje nodig heb. Jij bent slecht, dat is 1. Wel weer een headshot. Dit gaat wel oké. En weer een headshot. En dan word ik natuurlijk geript. Open geript. Dat was geen headshot trouwens. Kom jij? Nee, je komt mij niet achterna. Rebooten. Kijk, als ik hier dus gewoon ga staan, dan help ik hem escorten. En dan denken ze, what the fuck, hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Maar dat is gewoon als je daarboven staat, dan... Dat is zo chill. En ook kut hoor, aan de andere kant. Oké, wapen reloaden. We hebben hem nog niet. En weer een headshot. Hebben we nu de 60 dan? Nee, nog niet. Weird. Sniper. Nee, weer een headshot. Dit is leuk. Kijk, op het moment dat je ziet dat je gewoon ook echt die headshots aan het halen bent, terwijl je ze ook nodig hebt natuurlijk, dan is het leuk. Maar ik vind het raar dat we nog zeker niet de 60 hebben gehaald, of laat hij dat gewoon niet zien. Kijk dan hoe die kills gaan van een afstand. Ja, maar dat ik had gewoon mijn tempest moeten gebruiken, maar die bewaar ik voor de volgende ronde, want ik... We hebben hem. We hebben de volgende ronde namelijk. 33-25, dat vind ik niet heel verkeerd hoor. Ik ben echt heel benieuwd hoeveel headshots we hebben gehaald tot nu toe. Maar voor mijn gevoel zit ik al echt op de 15 of tegen de 15-20 headshots aan. Maar het, ik kan het fout hebben. Purifier, fucked up. Laten we zo gaan beginnen met de Tempest. Even kijken of we mensen even weg kunnen pompen. Wij moeten beginnen met defenden. En dat vind ik altijd chill. Ik vind defenden als eerste vind ik chill. Want dan weet je hoe snel jij zo meteen die robot aan de overkant moet krijgen. Dus hoeveel je gewoon kan rondlopen en killen. Oké, en daar is nog een headshot. En we hebben de Tempest. En dat is één Tempest kill. En wauw. Teammate die loopt erachter en die doet niks. Daardoor vergis ik me. Nee, even kijken. Serieus? Ga je nou echt daar zo in een hoekje zitten? Kijk, ik ga hier naar boven. Als jullie daar beneden pakken, pak ik ze hier boven wel. En weer een headshot. Zo makkelijk joh met dit wapen. Het is echt niet normaal. Of het lijkt makkelijk. Oh shit. Iedereen is down. Oké. Ja. Jullie gaan, ja oké, aan de ene kant de goede kant op, maar aan de andere kant ook helemaal niet. En weer een headshot. Haha, lekker jongens. Oké, hou ze weg daar. En in mijn rug. Fucked up. Oké, daar is niemand meer. Sick hoe sterk dat wapen is. Ik reload ook veel te veel. Veel te snel. Want dat is niet nodig op zich. Bam, down.
Hoe fucked up is het als jij gewoon gekild wordt door mij? Ja. Waar ben je? Bam, down. Doei. Bam, down. Ga weg, jongens. Bijna mijn UAV trouwens. Kijk, we hebben best wel een redelijke positie nu. Ze hebben moeite om hem daar te kunnen pakken. Maar waarom komt er niemand hier vandaan lopen? Staat te ver of zo, lijkt wel. Even kijken of ik hier kan helpen. Nee. Ja, flikker toch op met je geschiet. Ach, tuurlijk. En dan 1 burst en dan ben je alsnog aan de beurt. Ah, ik had gehoopt dat ik toch de overhand zou hebben. Oké, let's go. Niemand hier. Dat is beter. Tempest erbij. Waarom ben ik nou zo snel dood? Kom op, jongen. Ze hebben hem nog niet, ze hebben hem nog niet. En dan moeten we ook zo houden ook. Tuurlijk word ik geraakt door dat ding. Kijk, het stomme is dat mensen die gaan hem kapot schieten terwijl dat niet nodig is. Je moet hem kapot schieten als je mensen ziet aankomen. Want dan raken ze in de war. En dan weten ze in principe niet meer wat ze moeten doen. En dan gaan ze uiteindelijk de fout maken. Kijk, want nu moet je weer helemaal naar beneden schieten. En doen ze 1 stap, ja, dan hebben ze hem. Oké, met het wapentje gaat best prima. Gaat best prima. Alleen dat soort dingen. Oh, ik speel ook nog maar tegen 3 man. 52 kills met een handgun. Gewoon fucking eerste met een handgun. Hoe de fuck had dat nou gedacht? Dat betekent dat als ik een gewoon wapen had, dan had ik veel meer geflankt. En dan denk ik ook dat ik veel meer kans had gehad om bijvoorbeeld een nuclear of iets dergelijks te kunnen droppen. Maar dat is als, hè? Bam, headshot, precies op het einde. Ze hebben hem wel, maar dat geeft niet. 4 minuten 46 gaan we makkelijk verslaan. Ik hoop niet dat ze het te snel doen, terwijl ondertussen ik op het verkeerde knopje druk. Jeuk aan mijn neus. 53, ze hebben 72 kills. Dat doet hij niet verkeerd, hoor. Die Baron Bats. Hij heeft gewoon het nadeel dat iedereen in zijn team weg is. Maar 53 kills, kom op jongens. Met een handgun is een heel stuk knapper. 3 seconden geëscorteerd. Oké. Ik ben echt benieuwd hoeveel headshots we zometeen hebben. Ik hoop echt een hele hoop. Oké, let's go. Ah, dat was te verwachten. En dat is die Baron Bats. En weer een headshot. En weer een headshot. Oké, dat is nice. Hier even naar boven. Ze zullen waarschijnlijk ook een keer naar beneden gaan. Die kan je hopelijk... Ja, kijk, het nadeel is dat we tegen 3, dus het potje is al zo goed als afgelopen. Ja, het potje is al zo goed als afgelopen, maakt niet uit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik laat eventjes zien, terwijl ik over een kabeltje heen zit. Ik ga zo even laten zien hoeveel headshots ik heb, want dat is ook op zich wel interessant om even te zien. Hoppa, prima, double kill, final kill. MVP, nee, oh nou, die laatste die heeft hem natuurlijk net iets te sneller geëscorteerd, waardoor hij uiteindelijk boven mij komt met punten, anders was ik MVP geworden. Ik vind dat ik het verdiend heb. Laten we even boosten. Hè? Boost. Dat is de... Wat grappig, man. Dat wil ik ook kunnen. Gaan we hem gewoon nog een keer...
Ik kan het niet meer zien. Yara Badriani, je dit wel. Piotr. Oké. Okay. Hoeveel headshots denk je? Ik denk dat ik op de 30 zit. Het zou me niks verbazen als we op de 30 headshots zitten. Let's see. Let's see. 27 headshots met de handgun. Dus dat is niet verkeerd. In één potje 27 headshots. Daar doe ik het wel vaker voor. Dat is de helft van mijn kills. Ik zeg jongens, dankjewel voor het kijken. Like deze aflevering. Volgende week gaan we de Argus ook weer goud maken. En dit wapen gaan we ook weer verder goud maken. Dus hartstikke nice. Ik zie jullie de volgende keer. Bye bye.